geeft echt een bepaalde ontspanning. Je hoeft aan niks te denken, behalve eigenlijk van het weer te genieten, van je bootje en van de geluiden om je heen, van de rust. Heerlijk. Marco Venovic is weer terug in Alkmaar. Na 8 jaar voetbalt de middenvelder weer voor AZ en vandaag varen we met hem een stukje door de Alkmaarse grachten, want dat doet hij regelmatig. Nou, dan komen we vaak bij ons thuis samen. Heeft iedereen wel wat meegenomen, eten, drinken. Ons hondje krijgt een zwemvestje aan en dan lopen we richting de boot en dan springt eigenlijk iedereen erop. Hebben we eten, drinken, muziekje en dan vaar je een rondje. Een hele andere setting eigenlijk dan het voetbal. Ja, veel rustiger. Heb je dat nodig? Ja, ik vind het wel heel prettig. Ik bedoel, voetbal is heel erg druk, aanwezig zijn. Constant alert, kijken, links, rechts, corrigeren, praten. En hier is het eigenlijk meer lekker rustig. Venovic behoorde in 2009 tot het kampioensteam van AZ. Een geweldig seizoen en vooral de huldiging in de Alkmaarse grachten vergeet hij niet snel. Nou, dat er heel veel mensen kwamen, dat het echt een mooi moment was voor Alkmaar, maar ook voor AZ. En dat ik daar enorm van genoten heb. Was je onder de indruk van de mensenmassa? Ja, zeker, want ik heb het nog nooit eerder meegemaakt. Ik was nog heel jong. En dan om zoiets mee te maken was het wel indrukwekkend inderdaad. Wat is je nou het meest bijgebleven van dat bijzondere jaar? Voor jou persoonlijk? Nou, dat ik met zoveel goede spelers heb mogen spelen. Met een fantastische trainer die ik toen destijds had. Leuk verhaal. Ja, en dat we uiteindelijk kampioen zijn geworden met heel goed voetbal. En ook echt terecht. Begirovic en Lens komen eraan. Keek jij op of was je geïnspireerd, geraakt door bepaalde spelers? Want er liepen natuurlijk echt best wel grote namen tussen. Nou, het was voor mij dat ik heel erg mee kon. Ik kon van ze leren op trainingen en op wedstrijden. En dan heb ik Dembele of Hamdoui of zelfs een Stijn Schaars op dat moment toen. Dus het was gewoon echt een hele goede lichting waarvan ik als jonge jongen heel veel kon leren. Toch besloot je in de zomer van 2009 AZ te verlaten. Wat was voor jou toen de belangrijkste reden om weg te gaan? Dat ik wilde spelen. Maar achteraf gezien was ik nog heel jong en heel ongeduldig. En had ik hier nog heel veel, kon ik hier nog heel veel leren en ben ik te vroeg weggegaan. Begirovic. Wat mis je dan concreet als je het hebt over leren? Nou, wat ik op dit moment mis, dat is moeilijk te zeggen. Maar op dat moment kon ik me misschien beter en sneller ontwikkelen dan ik me nu heb gedaan. Ja, we hebben ook de stuur verlaagd met deze boot. Anders konden we niet onder een paar bruggen door. Dus we moesten de stuur wel verlagen. Dit is wel heel laag. Ja, dit is een van de laagste. Na het kampioenschap vertrokken Venovic naar Heracles en vervolgens naar Vitesse. Leerzame periodes en dat kwam vooral dankzij zijn trainer. Dat was Peter Bosson in die periode, zowel Heracles Almelo en toen ook nog Vitesse. Dat is ook echt een speelstijl die mij ligt en die heel goed met mij kon werken. Die eerlijk en oprecht was tegen me, die open zei wat hij wel en niet goed vond. Waar ik heel veel van geleerd heb. Mm-hmm. En veel geleerd. Wat is dan het grootste verschil geweest met de voetballer die bij Heracles binnenkwam en het moment dat je eigenlijk van Vitesse naar Feyenoord ging? Veel volwassener persoon. Die wist wat hij moest doen, zijn kwaliteiten kende en de omschakeling had gemaakt van het jeugdig voetballen vooruit alleen maar. Naar ook het volwassenen ook achteruit. Dus zowel defensief als aanvallende voetbal. Ja, en die vrije trappen. Ja, nou dat was daarvoor ook wel. Ja. Alleen, en nu kwam het er heel mooi uit. Venovic, ja hoor! Geweldige vrije trap. Ja, dan ga je denk ik met veel vertrouwen naar Feyenoord, maak je de stap. Ik denk toch dat je er meer van had verwacht van de periode bij Feyenoord. Wat heeft dat met jou gedaan? Je baalt enorm. Teleurstellingen, soms zelfs verdriet van en woede. Dat je denkt van, godverdomme, ik wil spelen. Laat me geven de kans om te bewijzen. Dan kan ik het laten zien, maar die kwam er helaas niet. De AZ-vlag, Marco. Ja, zie ik. Hebben de mensen het vaak over voetbal tegenover jou? Ja, vaak wel. Maar dat vind ik ook niet erg, want dat is ook een deel van mijn leven.
Sinds deze zomer is hij weer terug bij de club waar het allemaal begon. Zijn keuze voor AZ had meerdere redenen. 1. Grootste kans op speelminuten. 2. Ik had een heel goed gesprek met John van den Brom en Max Huiberts. Die vertelden me een beetje van hoe AZ wilde voetballen. Wat ze voor mij in gedachten hadden op de positie. En dat sprak mij heel erg aan. En dat gaf mij heel veel vertrouwen, waardoor ik eigenlijk heel graag naar AZ wilde komen. En nu ben je een paar weken onderweg? Ik ben nog steeds heel tevreden. En ik ben heel blij dat ik hier ben. Ik ben thuis. In een fijne omgeving. Ik krijg heel veel vertrouwen van de trainers, van de club. En van de spelers ook. Dat merk je ook in het veld. En daar ben ik alleen maar heel blij en dankbaar mee.